Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video op Thomas. En ja, zoals jullie weten is het natuurlijk december, dus dat betekent elke dag een video. En natuurlijk weer om te rieren een nieuwe video, zoals hier bij deze. Ja, ik ben op Mindtopia in Newport. Ik ga in mijn huis, mijn Hollywood Hills huis. Kijk, dat is het huis, ik sta daar snel laten zien. Mocht je het huis helemaal willen zien, zet een video van mij op het kanaal. Op het kanaal van het grootste huis van Newport, moet je maar even checken. Ik zal hem even in het i'tje zetten en dan... Ja, kun je dat huis ook even checken, hele inrichting, een hele tour. Maar ik wil in het huis wil ik kerstversiering hebben. Dat wil ik in deze video gaan doen. Ik ga even naar een bouwbedrijf toe. Als ik dat überhaupt kan vinden. Zou wel fijn zijn, want ik weet echt niet waar het zit. Dat is echt helemaal kut. Maar ik ga het bouwbedrijf even zoeken. Ga ik ondertussen jullie erbij praten over van alles nog wat. Hoe vonden jullie in ieder geval tot nu toe de decembermaand gaat? Zoals je ziet, ik neem het natuurlijk vandaag op. Je ziet de datum met mijn scorebord. Op zich, ik werk vooruit, klopt. Anders is het gewoon niet haalbaar om elke dag een video te uploaden. Maar laat even onder deze video weten. Hoe vonden jullie tot nu toe? Hoe het gaat met elke dag een upload in december? Join ook zeker eventjes de Discord. Staat als goed is in de beschrijving. En geef een lel op die bel. En druk natuurlijk op de abonneerknop. Want dan komt het natuurlijk helemaal goed. We hebben ondertussen 70 abonnees als ik op dit moment de video opneem. Mijn doel is eigenlijk voor 31 december de 100 abonnees te halen. Nou ja, ik ken jullie als kijkers. Dat moet lukken. Dus jongens, heb je nog niet je vrienden of vriendinnen of wie dan ook. Je moeder, je vader, je oom, je tante, je broertje, je baby, je zusje. Heel raar als je baby hebt, maar goed. Heb je nog niet laten abonneren, doe dat. Want dan halen we namelijk de 100 abonnees voor 31 december. Dat zou namelijk een heel tof cadeautje zijn voor mij, van kerstcadeautje. Om de 100 abonnees voor 31 december te halen. Dat betekent dat we namelijk in ongeveer anderhalf maand tijd 100 abonnees kunnen halen. Dus jongens, druk op die bel. Druk op die abonneerknop. Dan komt het helemaal goed. En dan gunnen jullie mij natuurlijk super hard. Want ik weet dat jullie het kunnen. Als DDG-kijkers en DDG-spelers. Dus... doe dat lekker en zorg dat we 100 abonnees halen. Dan zitten we momenteel op 7, moeten nog 30, het is haalbaar, ik weet het. Dus doe je ding. Oké, een bouwbedrijf. Waar de fuck is dat? Ik denk hier. Ik ga het Siebrand vragen. Je weet dat vast wel. Nee, dit is de gemeente. Siebrand. Waar is het bouwbedrijf? Hij weet dat vast wel waar het bouwbedrijf is. Dat weet hij wel. Oh. Thanks. Thanks jongen. Oké. Dank u. Oké, dan is ik denk hier dan toch? Daar. Us Casino. Ah. Thanks. Heb ik geld bij me? Ja, ik heb geld bij me. Hier, kijk, KitKatje. Hier. Kijken. Bouwbedrijf informatie. Hoe maak ik een bouwaanvraag? Oké. Hoeveel verdieping heb ik? 1, 2, 3 volgens mij. Denk ik. Hoop ik. Anders ben ik fucked up. Het is dan te duur. 115k tering. Kak. Ik hoop niet dat een kerstboom met een beetje kerstversiering zo duur is. Maar goed, we gaan het proberen. Wat staat hier? Misschien informatie. We zoeken een nieuw architectuur. Oh, dat kan ik wel doen. Dan heb ik een nieuw baantje. Omschrijf kort wat je wilt. Eigenaar van het plot. Gaan we het zo doen. Dan kan ik het lezen. 1. Oh. Dus Thomas ben ik. En dan 2 is plotnummer Holly 006. Zo. En dan plotnummer bestaat, ja, het is Newport. Oh, het is heel oud. Datum. Datum is 11-12-2022. Dan is de categorie is een inrichting.
En dan aantal etages. Jezus. Mij 3 of 4. Ja, zijn die afgekeurd worden? Mijn vloer is 1 verdieping, oké. Okay. Kijk, ik heb dan mijn begane grond, die... Volgens mij is het 3 uit mijn hoofd. Ja, het is 3 volgens mij. En anders dan heb ik 1 verdieping niet. Rechtprijs zet op, deze borden. Ja, weet je wel, dan gooien we gewoon 120k. Daar moeten we toch wel een leuke inrichting van kunnen maken. Omschrijf in kort wat je wilt. 7. Ik wil graag een leuke, knusse kerstinrichting hebben in mijn Hollywood huis. Dit mag op elke verdieping. En hoeft niet weggehaald. Dat moet bij elkaar volgens mij. Weggehaald worden. Er moet een mooie kerstboom met veel cadeautjes en genoeg en alle tapijtjes moeten aangepakt. Dat schrijf ik heel verkeerd, holy shit. Tapijtjes moeten naar groen, donker, groen / rood aangepast worden. Dus wat echte goede kerstkleuren zijn. Ik wil ook slingers van die kleuren en mooie en een verzin. Zet er nog maar wat dingen. Oké. Okay. Informatie van dit bord links. Signen met Nieuwstad plot. Oh. New Holly 006. Shit. 6. Sign and close. Zo. Oké. Dan hebben we dat gedaan. En dan moet ik hem even bouwaanvragen en vergunningen. Goed? Ja, oké. Okay. Alright, dat was hem dat. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan laat ik jullie natuurlijk weten wanneer mijn nieuwe inrichting klaar is. Ja, het is niet echt een nieuwe inrichting, maar wel een kerstinrichting. Als je een jak erbij moet zetten dat de bestaande inrichting niet aangepast heeft te worden. Nou ja, maakt het niet uit. Dat is dan kan ik nog even later melden. Goed, mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later.